Yo, yo, yo. Thanks dat je kijkt naar mijn nieuwe vlog. Mijn maat van Prep the Food en Marbles Coaching natuurlijk. En vandaag gaan we gewoon een beetje chillen. Ik heb eigenlijk niks gepland. En ik had wel gewoon zin om te filmen. Dus ik dacht, ik ga vandaag gewoon filmen wat ik de hele dag doe. Zoals je ziet, ik ben een beetje aan het lopen. Het gaat nog steeds niet echt soepeltjes. Maar ja, we worden beter en ja, het gaat de goede kant op gelukkig. Dus ja, niks te klagen. Ik ga nu naar de sportschool. En ik ga sowieso in de auto natuurlijk, omdat het nog iets te ver lopen is voor mij. En in de auto stappen gaat ook steeds beter. Ik zal je even laten zien hoe ik dat nu doe. Het eerste wat ik doe, plaats mijn been zo erin. En dan draai ik hem eigenlijk om. Duik ik zo de auto in en mijn been is nog steeds gestrekt. Duik zo de auto in en dan zit ik zo. Dus dat is mijn struggle op dit moment, maar ik ben al alleen al blij dat ik kan autorijden. Dus dat is gewoon chill, man. Dan kan ik gewoon van A naar B zonder afhankelijk te zijn van anderen. Ik zou eerlijk zeggen, het was echt chill, gebracht worden, gehaald worden en dat soort dingen, maar het is gewoon niet fijn als je de hele tijd afhankelijk bent van anderen. Het is ook niet fijn voor de mensen die me daarbij helpen. Dus Romana en Sehem, dank jullie wel. En mijn ouders natuurlijk, die me halen en brengen. Maar ik heb jullie niet meer nodig. Ik kan het zelf. I'm independent. Ik heb een koffietje. Ik ben hier met Kai. Ja, even chillen. We gaan even aan het chillen. Aan het voorbereiden, mentaal voorbereiden voor de gymsessie. Ik drink altijd een koffietje voordat ik ga trainen. Dat is voor mij mijn pre-workout. Of het werkt, weet ik niet, maar het zit tussen mijn oren, denk ik. Of niet? Someone's cool, fucking with me, man. Ja, verdien. Yo, G. Verdien ook. Ja, mensen bellen aan. Mensen bellen aan. En staat er niemand. Hij wordt aan het werk gezet hier al. Voor het eerst. Gewoon mijn koffie drinken, man. Met zijn belletje aan het trekken of zo. Maar ja, we gaan hier gewoon even een bakje doen. En daarna gaan we gymmen. Pauw. Dat was de gym sessie. We zitten weer in de auto. Ik ben onderweg naar huis. En ik ga jullie zo even een update geven van hoe ik eruit zie. Even kijken of ik mooie belichting thuis heb. Dat been van mij is gewoon heel erg demotiverend. Maar ja, ik kan gewoon niet zonder de sportschool. Ik heb gisteren al getraind. Vandaag moest ik eigenlijk uitrusten. Maar ja, ik kan gewoon niet zonder de sportschool. Dus dan ga ik gewoon. No excuses. Gewoon gaan. De trainingen gaan. Ja, het gaat. Het zijn natuurlijk niet de beste trainingen die ik ooit heb gehad. Maar ja, ik maak er gewoon wat van. Ik heb liever dat. Dan dat ik helemaal niks doe en mezelf maar een beetje kut ga voelen thuis. Dus vandaar. We gaan nu naar huis. Ik ga even kijken of ik... Ik heb eigenlijk nog nergens trek in. Ik heb alleen maar ontbeten vandaag. Dat was één tosti met ketchup. En that's it eigenlijk. Ik heb verder nog niks gegeten. Het is nu alweer 12:30. En ik heb eigenlijk ook nergens trek in. Ik denk ook vooral omdat het komt... omdat ik ja, minder beweeg, minder doe. En ook minder verbrand natuurlijk. Dus dat. Kijk eens wie we hier hebben. Hey, niet op mijn auto lopen, gek. Hallo, dat is niet de bedoeling. Hey, Peso. Ik hoop echt dat hij dat alleen met mijn auto doet. Oké, we zijn dus beland in mijn kamer. Hier heb ik echt de beste belichting om even een update te geven. Ik hou op dit moment niks bij wat ik eet.
En dat doe ik eigenlijk puur omdat ik daar gewoon geen zin in heb. Ik ben best wel gedemotiveerd vanwege mijn knie. Ik ga jullie ook het verschil laten zien in mijn benen. Dat is echt abnormaal. Maar allereerst mijn shape update. Check it. Oké, mijn benen. Niet schrikken, maar dit is het verschil. Dit zijn mijn benen. Dit is mijn geopereerde been. En dit is mijn actieve been. Nu span ik hem aan. Ja, mijn geopereerde been kan ik eigenlijk niet aanspannen. Maar dit is hoe het eruit ziet op dit moment. Ik weet niet of dat een beetje duidelijk is. En dan mijn gewicht. Ik heb gewoon een korte broek aan. Ik heb wel ontbeten. Wat water gedronken in de sportschool. Dus ik denk dat we hier sowieso een kilootje vanaf kunnen halen. Let's go. Nou, 96,8. Min die kilo. 75,8. Zoals jullie zien, erg veel verschil in het been die ik wel gebruik en het been die ik niet gebruik. Maar goed, dat is voor nu. Maar nogmaals, het demotiveert me gewoon een beetje. Ik weet dat het in de toekomst wel goed komt. Maar ja, op dit moment ben ik gewoon... Ik heb er gewoon geen zin in. Maar ja, dat maakt niet uit. Ik ga wel gewoon door. Geen excuses. Dan met mijn bovenlichaam. Mijn benen waren toch al net tandenstokers. Dus nu is het iets minder dan een tandenstoker. Maar wat ik nu ga doen. Ik ga douchen. Ik ga me even opfrissen. En daarna zie ik wel wat ik ga doen. Ik heb eigenlijk niks op de planning staan. Vanavond ga ik wel uit eten. Of gaan we uit eten. En... Ja, voor nu, ik heb eigenlijk helemaal nergens trek in. Ik weet niet of de andere mensen dat ook hebben, maar ik heb getraind en na trainen heb ik gewoon geen trek. Dat is altijd zo, of ik nou in mijn bulk zit of in mijn cut. Op dit moment probeer ik alles een beetje te onderhouden. Maar dat is meestal wel het geval. Na trainen heb ik gewoon geen trek. En omdat ik vanavond uit eten ga, ga ik ook niet heel veel eten. Ik probeer het gewoon een beetje bij te houden, zodat het gewoon goed zit. Een beetje compenseren, zoals ik dat vaker al heb gezegd. En that's it. Dus ik zie jullie straks. Ik ben opgefrist, ik heb lekker gedoucht en ik ben gewoon weer lekker fris en ik voel me goed. Nou, zoals ik zei, ik heb vandaag niet zo heel veel te doen. Het is nu 1:30. En eigenlijk wat ik doe, zijn sowieso mailtjes beantwoorden. Dat hoort er sowieso bij, maar dat doe ik meestal vroeg in de ochtend al. En zoals jullie weten, Prep the Food is een bedrijf die ik heb opgericht. En meestal wat ik doe in mijn vrije tijd, voornamelijk dingen waar ik wat aan heb. Dingen waarmee ik ons bedrijf wat meer zichtbaarder kan maken. Dus wat ik nu ga doen, of waar ik nu mee bezig ben, ga ik nog niet zeggen. Maar om maar een voorbeeld te geven. Als je nu kijkt naar mijn laptop, zie je ons logo. En dan gaat er wat gebeuren als ik hier op play druk. Waar dit voor is, ga ik nog niet verklappen. Maar ja, dit zijn dus dingen waar ik me mee bezighoud wanneer ik een beetje tijd heb. Dus eigenlijk heb ik geen vrije tijd. Maar ik zie het wel als vrije tijd, omdat ik het gewoon leuk vind om te doen. Zometeen om 4:30 heb ik een afspraak bij de kapper. Ga ik me even laten opfrissen, want zoals je ziet, dit ziet er niet uit. En daarna gaan we gewoon lekker ergens wat eten. Waar precies, weet ik nog niet. Maar tot die tijd ga ik lekker even computeren, mailtjes beantwoorden en gewoon een beetje chillen, relaxed. Ik heb net mijn tanden gepoetst, dus ik ga sowieso nu nog niks eten. Pas over 1/2 uur, 3 kwartier ga ik misschien wat kleins eten. Een theetje drinken of zo. En de rest van mijn calorieën bewaar ik voor vanavond. Ja, zoals je ziet, ik doe niet zoveel. Ik zit eigenlijk de hele dag een beetje. Ik train even en that's it. Dus zoveel verbrand ik ook niet. En het zou echt stom zijn als ik dezelfde aantal calorieën zou eten die ik hiervoor ook at. Ik zat ongeveer rond de 3200 om lichtjes aan te komen, dus een clean bulk. Maar ik zou echt dom zijn als ik dat nu nog steeds zou doen. Ik ben aangekomen bij de kapper, we gaan even zien wat ik kan doen met mijn kapsel. Dus ik zie jullie zo meteen. Net klaar bij de kapper, zoals je kan zien. Ziet er goed uit, ziet er goed uit. Een beetje lastig te zien met die lichtinval. Maar ik ben weer fresh en ik voel me goed. Ik ga denk elke week of 10 dagen langs de kapper. En dat doe ik eigenlijk gewoon dat ik me dan veel beter voel. Sowieso, je voelt je veel frisser. En je ziet er gewoon een stuk beter uit. Tenminste, dat denk ik. Ik ga al 13 jaar naar dezelfde kapper. Dus ik ga niet vreemd op mijn kapper. Heel af en toe is je op vakantie, dan moet je wel. Maar ik ben heel erg loyaal en trouw aan mijn kapper. Want ja, die fix je. Een kapper maakt je of breekt je. We zitten in de auto. We gaan sushi eten, maar we weten niet waar.
Nee, we weten niet wat we gaan eten. Ik ben er al lang over. Ik ben er al lang over uit. Sushi dus? Sushi time. Elke moet week. Even ergens reserveren dan. Ja, we rijden er gewoon heen. Welke dan? Nou, zeg dan. Ja, je moet sushi eten. Gaan we zeggen waar we heen gaan dan. Ik denk... naar... Shabu-shabu? Ja, kan. Shabu-shabu hoofd erop. Shabu-shabu! We gaan naar Shabu-shabu dus. En daarna dan checken we wel. Dus we gaan daar naartoe. We hebben spelletjesavond. Spelletjesavond, en ik heb nog niet alles verklappen. Ze moeten even... Ze moeten wel tot het einde kijken. Ik ben geen vloggen. Spoiler. Ja. Oké, we gaan dus nu naar Hoofddorp en daarna naar Haarlem en daarna heeft zij een feestje. En ik ga vroeg naar bed. Party, party. Ik ga ook vroeg naar bed, want ik werk gewoon. Ik werk elke zondagochtend 8 uur. Nou, ik vind mezelf een strijder. Nou, serieus. Ja. Ik heb dat gevonden knuffelen. Ja, maar dat is wel werken. Dus, allebei op tijd naar huis. Op tijd slapen. Ik ga morgen om. Ik ga naar Duitsland. Naar Fibo. Ook last minute gefixt. Dus dat wordt leuk. Dat ga ik ook vloggen, maar dat komt in een andere vlog. Er zijn wel knappe chickies, hè? Korte broekjes. En, ja, knappe chickies, knappe boys. Och. Nee, morgenochtend gaan we vroeg vertrekken. Ik denk rond 6:30 of zo dat we die kant op gaan. Het is 3 uurtjes rijden. En dan. 3 uur? Ja. Wow. En hoe laat ga je weg? Weet ik nog niet, maar wel gewoon op tijd. Dus we gaan op tijd die kant op en op tijd naar huis, zodat we de file en zo voor zijn en al dat soort dingen. Maar ja, dat zien we in een andere vlog. Wij gaan nu naar Hoofddorp, even chappen en dan... Eten. Oh, yo. Dit stelt je echt aan. We moeten weten hoe het leven is van mij. Ja, Daarvoor vroeg. Hij stelt je aan, jongens. Nee hoor. Zelfs mijn moeder vond dat. Dat is niet waar. Ja, en dat het waar is. Dat is echt niet waar. Zogenaamde keihard gymboy. Ik ben sowieso gymboy, maar het, ik ben ook voorzichtig. Snap je? Hoe is die gymboy? Dat is deze deur. Kijk, zo gaan we die open doen. Allemaal bacteriën, bacillen, poep. Je weet nooit. Ik ga niet zo met de camera over straat. Ik snap het helemaal goed. We kijken al die mensen, doe het. Oh ja. Oké, we zijn in Hoofddorp aangekomen en we gaan naar Shabu Shabu. We hebben niks gereserveerd, dus we gaan even kijken of er überhaupt plek is en of we kunnen eten. We hebben wel een beetje haast, dus gewoon alles in onze mond stoppen. Ik zit vol. Jij ook? Ja man, tering. We hebben lekker gegeten, Shabu Hoofddorp, altijd lekker. En nu heeft Romana een verjaardag en ik heb spelletjesavond, dus we gaan uit elkaar. We gaan uit elkaar, hè? Ja. Dus dat. Ik ga zo meteen even filmen wat we allemaal gaan doen. We gaan weerwolven. Het is een leuk spelletje die we altijd met z'n allen doen. En ik ga jullie zo laten zien wat het precies is. Dus ik zie jullie zo meteen als ik er ben. Dus die weet of de... Of, nee, dat weet niet of de stamhaard is. Want hij zei, die heks is wakker geworden en heeft gezien van... Oh, dat is bijvoorbeeld te veel. Die hoef ik niet te redden. Dat heeft de heks. Nee, maar als hij vraagt, zegt hij niet wat degene is. Dat nee, zegt alleen de ziener. Hij zegt niet wat diegene is, maar de heks mag wel iemand redden. Precies, maar dus als hij... Ja, maar als hij zegt, als Olaf zegt, wil de heks iemand redden, dan zegt hij niet hij is dit. Luister even naar wat ik zeg. Stel, you is de heks. Ja? Stel. En Bill is net gedood, of Phil is net gedood door de weerwolven. Ja. Op het moment dat Bew zegt van, hé, ik hoef Phil niet te redden, en Phil leeft nog, weet je dat hij de stamhouder is. Ja, oké, dan wel, ja. Maar de heks, stel, de heks is best wel fair. Ik denk niet dat dat de eerste keer ronde gebeurt. Het is best wel fair gezocht. Als iemand gered, dan weet ze ook dat een burger is. Het kan wel. Het kan ook zijn dat ik gered ben, misschien zomaar. Dat na die deze keer wel nadacht en zeggen, hey, oké, ik red ik wel, het kan. Of David. Dus dat, in die zin zegt dat nog niet zo heel veel. Nee, maar ik bedoel, dit zijn... Hij is eruit! Weet je wat ik je zeg? Je moet de stemming uitstemmen! Hij is verplicht over
Ik zit weer in de auto. Het is 11:45 op dit moment. We hebben echt lang zitten gamen. Nou, spelletjes gespeeld. Weerwolf is dus echt een leuk spel. Je hebt er heel veel geduld voor nodig. Orde. Maar het is echt gezellig met z'n allen. Dus het is een leuk en geslaagd avondje. Ik ga nu Romana even ophalen van de verjaardag. Ik ga het dan thuis afzetten. En dan ga ik lekker naar huis. Mijn kwark eten en slapen. Morgenochtend ga ik naar de FIBO in Duitsland. De bedoeling is om 6 uur te vertrekken. Dus veel slaap gaat er niet komen. Want het is, ik denk 12:30, 1:15 voordat ik ga slapen. En ik sta denk ik rond 5:15 op. Om op tijd weg te kunnen gaan. En ik heb de facebeest opgehaald. Heb je daar zin gehad? Ja. Heb je boys gechant? Tuurlijk, 3. Goed zo, heb je nummer uitgegeven? En nummer gewassen. Goed zo, goed zo. Dat doe je jij? Goed. Ik ook. Hoeveel? 5 chickies. Wow, hoe doen jullie bedjes mij? Van maandag tot met vrijdag, je weet nog. Nou, veel plezier. Nee, ik ga jou nu thuis afzetten. En dan ga ik lekker naar huis. En lekker mijn kwark eten en slapen. Ik ben dus eindelijk thuis na een lange dag. Iedereen slaapt al, het is nu 12:30. Ik moet eigenlijk mijn kwark eten, maar ik zou eerlijk zeggen, ik heb daar gewoon geen zin in. Dus ik ga het gewoon skippen. Ik heb nog ongeveer 4,5 uurtjes om te gaan slapen. Daarna moet ik opstaan, wat eten klaarmaken, meenemen. Het wordt denk ik gewoon lekker, lekker simpel. En daarna gaan we naar de FIBO. Maar ja, dat ga je zien in mijn andere vlog. Voor nu ga ik deze afsluiten. Het is een iets andere vlog dan normaal. Niet echt fitness gerelateerd, maar meer een beetje mijn dagelijkse dingen. Dit is wat ik, soms doe. Niet altijd. Ik heb het niet super druk gehad vandaag met mijn werk. Het is natuurlijk zaterdag ook. Zaterdag is meestal ook een dag gewoon om lekker te chillen. Normaal gesproken ga ik wat doen samen met mijn vriendin. Vandaag zijn we alleen maar aan het eten geweest. Maar ja, we hadden allebei een soort van planning. Ze had de verjaardag en ik had een gameavondje of spelletjesavond. Zij zou eigenlijk meegaan. Alleen het werd iets te laat en ze wilde gewoon even langs de verjaardag om gedachten te zeggen. Dus ik zei, ik dacht zoiets van ja, dan ga jij naar je verjaardag. Dan ga ik naar spelletjesavond en dan haal ik je later wel op. Dus een soort win-win situatie. Voor nu sluit ik het af. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Even een dagje in mijn leven. En ik zie jullie bij mijn volgende vlog. Ik ben helemaal gesloopt. Vergeet niet te liken, te reageren en sowieso abonneren. Tot de volgende keer.